ben Klaske Montizaan en ik ben coördinator van de tuin in Stadstuin Rusthout. We zijn hier vandaag met heel veel mensen op de Stadstuin omdat we vandaag 3 jaar bestaan. En in die 3 jaar is er heel veel gebeurd. Zowel in de natuurspeeltuin, maar ook in de tuin verder. We hebben een bloementuin aangelegd die dit jaar voor het eerst ook behoorlijk goed vol staat met vaste planten waar bijen en vlinders dol op zijn. En we hebben ook wat struiken geplant waar vogels hun eten vandaan kunnen halen. En we hebben ook moestuintjes. Moestuinbakken waar deelnemers zijn die zelf geen tuin hebben en ook geen kennis over de moestuinen. Ze zetten bijvoorbeeld hun Albert Heijn moestuintjes in de bak. Maar wij hebben ook allerlei leuke biologische groenten voor ze die ze daarin kunnen zaaien. We hebben ook nog een kas die we gaan bouwen. Daar gaan we aanstaande zaterdag mee beginnen. En daar kunnen we dan ook goed tomaten, paprika, komkommers, groenten die niet zo erg van de Hollandse zomers houden. Die kunnen we daar dan gaan kweken. Achter mij daar zitten ook zijn nog heel veel perkjes met fruit. Daar hebben we lekker bessen, aardbeien, frambozen, bramen. Zelfs vijgen, die doen het hier ook. Want het is op Stadstuin Rusthout altijd een paar graden warmer dan in de omgeving. Ik wil om te beginnen namens het college van burgemeester en wethouders jullie allemaal bedanken met het derde jaar van de prachtige tuin Rusthout. Het is ontzettend leuk om te zien dat, ondanks het feit dat er in het begin wat gekwakkeld werd, mede door doeldoen van de gemeente, een aantal mensen zoals u het ineens oppakt. En na 3 jaar kunnen we kijken naar wat ontzettend mooie tuin dit is geworden. En het is ontzettend leuk om te zien hoe al dat initiatief ook gewoon beloond wordt. En voor de mensen die, net als ik, in de jaren 80 naar de televisie keken, had je die prachtige reclame van het beter milieu begint bij jezelf. En dit is daar nou weer zo'n prachtig voorbeeld van. En inmiddels is de duurzaamheidswereld en natuurwereld al enorm opgeschoven. En er zijn er nieuwe kreten gekomen. En een van die kreten wil ik hier gewoon graag aanbieden. Omdat we niet alleen aan de huidige tijd denken, maar ook vooral aan de toekomst denken. Jullie wonen hier in een prachtige gemeente. Eigenlijk is het wel aardig om te zien dat hier een grote hoeveelheid stenen om ons heen staat. En dan heb je hier zo'n kleine mini groene parel. Deze groene parel die hebben jullie waarschijnlijk ook bij je huis, namelijk ook een eigen tuin. En wat heel fijn is dat je tuin is natuurlijk een hele fijne plek voor je eigen leefomgeving. Maar ook daar doen jullie misschien ook al heel onbewust veel goeds voor de natuur. Maar jullie doen met een groene tuin ook veel goed voor het waterbeheer. Want in plaats van dat het allemaal over stenen stroomt en naar het riool gaat van de gemeentes en dat wij eigenlijk schoon water, schoon regenwater weer moeten zuiveren, is het fijn als je daar gebruik van maakt van dat hemelse schone water. Nou, dat kan met regentonnen. En we hebben een gezamenlijke actie dat die regentonnen worden gesponsord. Dus eigenlijk is het een oproep aan jullie allemaal om gewoon slim, bewust gebruik te maken van het mooie water wat uit de hemel komt. Vang dat op in een regenton, giet er de fijne tuinen mee die goed zijn voor zowel het waterbeheer, zodat het water in de grond kan, als die bloemen en planten. Dat is goed voor de natuur, dat is belangrijk voor de bijen en het is mooi voor de mensen. Hoi, dank jullie wel. Heb je er even bot? We hebben vandaag de natuurspeeltuin officieel geopend. Hebben we eigenlijk al bijna 2 jaar aan gebouwd. En er zijn nu ontzettend veel kindjes die in de hangmatschommel kunnen spelen. En in de, met de zandbak. Dat zijn allemaal nieuwe elementen. En verder hebben we een regentonactie op touw gezet. Waar mensen via regentonactie.nl/kinderboerderij kunnen kijken hoe dat werkt. We hebben te gast Floor Kist, de wethouder. Die heeft de natuurspeeltuin geopend en heeft het startschot gegeven voor de regentonactie. Als het regent, loopt het water op de grond. En als het op het steen komt, dan gaat het de riool in. En dan moet het weer gaan zuiveren om het vervolgens weer te kunnen gebruiken. Maar als we het gewoon in een ton opvangen, dan kun je het gewoon gebruiken voor je tuin. Misschien zelfs voor je eigen wc. Dan heb je gewoon zuiver water wat uit de lucht komt, dat je gewoon meteen kunt inzetten. En dat bespaart weer een hoop energie om het water te zuiveren. En het zorgt er gewoon voor dat je op een goede manier geen water uit de kraan gebruikt voor je tuin, maar gewoon water uit de natuur.
Kijk, water, dat moet je proberen niet zo snel mogelijk in het riool te krijgen, maar eigenlijk zo lang mogelijk vast te houden in de bodem. Dat is goed voor de natuur. Dat is goed dat er dus minder regen op straat komt. Dat is goed voor minder overstorten van het riool. Dus eigenlijk helpen die regentonnen om dat hartstikke goede kwaliteit regenwater die we hebben te benutten voor het besproeien van de planten en de bomen in de tuin. En dat is heel erg duurzaam. Ja, wat ook nog denk ik belangrijk is om te vertellen is het water wat eigenlijk schoon via de riolen bij de waterzuiveringen terechtkomt. Dat gaat daar dus, wordt daar allemaal gezuiverd, terwijl het helemaal niet nodig is. Het is schoon water wat via de bodem en via de sloten en de rivieren eigenlijk prima daar thuis hoort in het watersysteem. Dus hoe minder, hoe beter we het regenwater, dat heet met een vakterm, afkoppelen en dus weer gebruiken waar het voor bedoeld is, namelijk in de bodem, hoe beter dat is voor de natuur en het milieu. Thank you.